Als je gaat slapen en je haalt je make-up er niet af, dan veroudert je huid maar liefst 7 keer sneller dan dat je het wel doet. En ja, een gladde en een strakke huid, dat wil toch iedere vrouw? Een bijdrage van Munira. Voor Life is Beautiful hebben we het natuurlijk heel vaak over beauty en hoe je je mooi kunt maken. Maar wat nou als je je niet mooi voelt, omdat je bijvoorbeeld acne hebt? Manon hier naast me, die is genezen van acne. Ja, ik wil heel graag je geheim weten. Ja, Alexander Verbel. Ja, ik gebruik het nu sinds 1 jaar of 3. En ik had behoorlijk wat acne vanaf mijn 18e. Gewoon uit het niets op een dag? Nou ja, ik ging op mezelf wonen, dus ik denk toch wel ja, stress op jezelf. Ja, onder eten natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en toen kwam ik hier werken. En ik kreeg een aantal producten mee naar huis. En ik was heel sceptisch sowieso, want ik had alles al geprobeerd. Maar ook pillen waar je bloed voor moet prikken, dermatologen, noem maar op. En ja, niks werkt op lange termijn. En toen heb je deze producten gekregen. Ja. Welk product heb je bij je? Nou, ik heb hier de Black Mask. Dat is eigenlijk een masker die zorgt voor dat de vuile boel naar boven wordt getrokken. Nou, de Oily Skin Treatment. Dit is een eigen lotion wat je, voordat je de Black Mask eigenlijk opdoet, doe je het goed schoonmaken, goed je gezicht rubben. En je kan ook je talg en je puistjes goed ermee uitdrukken. Daarna doe je de Black Mask erop. Nou, als het eenmaal open is, doe je de drying lotion erop. Dat is deze. Deze is roze. Maar dit is heel belangrijk, want als je dit er niet op doet, dan zorgt het ervoor dat je vocht wat in je puist zit, gaat zich verspreiden over de rest van je huid. Dan komt daar dus ook een puistje. Dus heel belangrijk, ja. We hebben net de verrassende resultaten gezien van Manon. Heb je ook nog een tip voor mij? Ja, als ik naar jou kijk, ja, ik moet je onder de loep zien, maar je hebt hier best wat grovere poriën of wel een beetje bobbeltjes zitten. Kijk, als je dan net als Manon elke dag kwikmask op je huid doet, 's morgens net uit je bed, zo uit je bed, 2-3 minuten, terwijl je tanden poetst en je was het onder de douche weer af, worden je poriën fijner. En ik heb hier zo'n boekje, daar kan je het in lezen. Wat betekent reinigen in de diepte? Er staat dan bij hoe je het moet gebruiken. En iedereen kan zoiets aanvragen bij ons. Nou, 2-3 minuten moeten doen zijn. Dankjewel.